Tijdens de maaltijd nam Jezus een brood, sprak een zegengebed uit, brak het in stukken en verdeelde die onder hen en zei: Neem dit aan, dit is mijn lichaam. Ook nam hij een beker, sprak een dankgebed uit en reikte hen de beker aan. Ze dronken er allemaal uit. Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor veel mensen wordt vergoten. Ik verzeker jullie, ik zal niet meer drinken van de vrucht van de druivelaar, tot de dag waarop ik nieuwe wijn drink in Gods koninkrijk. Na het zingen van een danklied vertrokken ze naar de Olijfberg. Jullie zullen mij allemaal in de steek laten, want er staat: ik zal de herder doodslaan en de schapen zullen worden uiteengedreven. Maar nadat ik ben verrezen, zal ik voor jullie uit naar Galilea gaan. Al zou iedereen u in de steek laten, ik niet. Ik verzeker je, vandaag, ja vannacht nog, voordat de haan tweemaal kraait, zul jij mij driemaal verloochenen. Al moet ik met u sterven, ik zal u nooit verloochenen. Alle anderen zeiden hetzelfde. Toen arriveerden ze bij een plek die Gethsemane heet. Gaan jullie hier zitten, terwijl ik ga bidden. Hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en begon ontdaan en onrustig te worden. Ik ben dodelijk bedroefd. Blijf hier en waak. Hij liep iets verder, liet zich op de grond vallen en bad dat, indien mogelijk, dit tijdstip aan hem zou mogen voorbijgaan. Abba, Vader, u kunt alles. Neem deze beker van mij weg. Mogen echter niet mijn wil, maar uw wil gebeuren. Toen hij terugkwam, trof hij hen slapend aan. Simon, slaap je? Was je zelfs niet in staat om 1 uur te waken? Waak en bid, opdat jullie niet in verzoeking komen. Want de geest is wel bereidwillig, maar het lichaam is zwak. Hij ging weg en bad opnieuw hetzelfde gebed. Toen hij opnieuw terugkwam, trof hij hen slapend aan, want hun ogen waren dichtgevallen. Ze wisten niet wat ze hem konden antwoorden. Toen kwam hij voor de derde keer terug. Zijn jullie nog altijd aan het slapen en rusten? Het is genoeg geweest. Het tijdstip is aangebroken waarop de Mensenzoon aan de zondaars wordt uitgeleverd. Sta maar op, laten we vertrekken. Mijn verrader is bijna hier.